apentrots op wat er in Rotterdam bijvoorbeeld allemaal bereikt is in de afgelopen jaren. Als ik eventjes kijk hoe hier de opleidingsniveaus ieder jaar weer stijgen van de diploma's die worden afgeleverd. Diploma's zijn namelijk wel belangrijk. Maar bereiden we eigenlijk vanuit het onderwijs nog wel voor op de samenleving die onze kinderen straks te wachten staat? Ik vind het echt een fantastische dag geworden. Ik heb heel veel mensen gesproken die herkennen waarom deze conferentie nodig is. Niet alleen over hoe het onderwijs beter kan, maar ook hoe het onderwijs anders moet. This whole thing around technology, reinventing education, what's it for? A group of us adults, with all due respect, sat in this room today talking about reinventing education. Frankly, we're too late, because our children are reinventing education already. And actually the challenge is, what are we going to do, A, to let them in and become the catalysts officially of that change, and B, how are we going to stop getting in their way? Dat ouderwetse moet er een beetje uit wat mij betreft. Het is allemaal een beetje statig. Er is dringend verandering nodig. De veranderingen in de wereld gaan veel sneller dan 50 jaar geleden. Het schoolsysteem kan daar niet bij achterblijven. Waarom zijn we in het onderwijs, basisonderwijs, et cetera, zijn we allerlei leerlingen, zijn filling buckets, vullen van kennis en modellen, et cetera, competenties, allemaal prima. Maar het allerbelangrijkste komt niet aan bod. Wat drijft jou eigenlijk als leerling of student? Wat geeft jou energie? Waar word je blij van? Wat zou je uit jezelf doen om 3 uur 's nachts? Waarom hebben we daar niet veel meer aandacht voor in het onderwijs? Ja, ik vind het heel erg leuk. Dus goede energie. Ja, het mooie vind ik ook dat hier waarschijnlijk wel een soort beweging ontstaat. Hè, in het klein, maar later waarschijnlijk groot. Om het onderwijs te vernieuwen op een goede manier. Wil onderwijs voorbereiden op een baan? Laten we ons dan op de authenticiteit van studenten beroepen. Beoordeling zorgt voor verdeling en stopt studenten in groepen. Slapende talenten kan je alleen met interesse wekken. Bied ruimte voor innerlijke ontwikkeling binnen scholen, zodat het onderwijs niet naar onder wijst, maar dat er wordt opgeleid naar boven. Ik ben zelf ook workshopdocent. Dus ik geef spoken words, creatief schrijven eigenlijk. En wat ik merk is, als ik die kunstvorm inzet, dat mensen eigenlijk via een hele ongedwongen weg dichter bij zichzelf komen. En op het moment dat iemand dichter bij zichzelf is, zijn ze ook vaak open om te leren. Waartoe dient ons onderwijs? En daarmee samenhangend, wat is jouw eigen unieke plek in dit geheel? Wat is jouw eigen doel? Wat kun jij bijdragen aan het tot ontwikkeling brengen van mensen? Ik ben wel één onwijs blij dat we dit deze dag hebben, dat we dit gesprek voeren. En nu de grote vraag is, hoe gaan we dit nu regelen? Daar hebben mensen echt wel hulp bij nodig, van toon een eerste stap. I've passionately believed for many, many years that systems and structures change nothing. People do. Because the future of education is all about collaboration. It's all about activism, to try stuff, to innovate, and to communicate and share with each other. Wat bij mij het meest blijft plakken eigenlijk is, we moeten echt veel meer naar de leerlingen luisteren, naar de kinderen luisteren en kijken naar waar zij behoefte aan hebben. Doen wat je denkt, wat je voelt, is gewoon daarna gaan handelen. Het zijn mooie ideeën, maar je moet er ook vorm en inhoud aan geven door het gewoon met elkaar te doen. Unfortunately, education has for too long been a passive profession. And an event like this, which is active, has enormous power. So yeah, it's been fantastic. Thank you very much.